Nou, dames en heren, welkom weer bij NL Magazines, NL Series en in dit geval Game of Thrones. En dit was de derde aflevering, de mega aflevering, de mega battle. Ja. Hoe vond u hem? Goed. Waanzinnig. Ja? Absoluut. Ja. Maakt hij het waar? Ja. Zeker. Ja? Er worden wel veel van, is Battle of the Bastards nou beter, is deze beter? Ja. Dat is moeilijk, maar het was wel een hele vette battle. Ja, en ik merkte wel, het was echt donker. Ja. Dus je moet een goede resolutie tv hebben. Anders zie je het helft niet. Dat zag je niet heel veel. Dat is wel belangrijk, want anders mis je inderdaad echt meer dan de helft. Ja. Dat was wel een ding. Maar we hadden het de vorige keer over de, wie er nou dood zouden gaan. Over de main characters. Dat hadden we toen nog een beetje voorspeld. Ja, Jorn. Ik moet wel zeggen, pas op het laatste moment. Ik had eigenlijk verwacht dat hij gelijk met die Sharks dood zou gaan. Nee. Maar het viel mij eigenlijk mee of tegen. Ligt daar weer wat je van verwacht, maar dat heel veel mensen toch wel overleefd hebben. Heel erg veel mensen hebben het overleefd. Ja. Ja, niemand van mijn lijstje, ja, behalve Jorah, ging dood. Ja. Jamie leefde nog, Brienne leefde nog, zelfs Podrick leefde nog. Ja, dat is haar inderdaad. Dus dat is eigenlijk. Er gingen echt, de enige die dood gingen waren Ed, ja, Jorah, verwacht. Die Theon? Mormont meid, Theon. Ja. Ja, dat was trouwens wel leuk, hè? Een beetje episch met die reus. David tegen Goliath, maar oké, dat zijn er vier. Dat waren eigenlijk, ja, volgens mij even zo. Beric. En Beric, ja. En Melisandre. Melisandre, ja. Maar ja, die laatste twee, hij was al vijf keer dood gegaan. Ja, zo, maar zijn doel is nu behaald. En Melisandre was gewoon moe of op. Ja, ik weet het. Ja, die hebben ook de taak van. Daar zijn ze gewoon klaar mee. De Lord of Light heeft gezegd, nou, dat was jullie taak. Dat gevecht hebben jullie gedaan. Dus het zou zijn inderdaad dat zij ervoor geleefd heeft tot dit. Voor dit moment heeft hij eigenlijk al 400 jaar geleefd of zo. Of hoe lang het ook is. Ja, ze was ook zo wanhopig, wil ik niet zeggen, maar zo grondig aan het zoeken naar de opvolger. Ja. Ze is gewoon blij dat ze hem eindelijk heeft. Nou ja, en dat is eigenlijk, dan kom ik ook een beetje terug op een andere voorspelling die we hadden. Wat we een beetje de laatste twee keer al een beetje gediscussieerd hadden. Het is over, dat toch al een beetje dat we hadden gedacht, nou misschien dat Night King toch doodgaat. En dat we nu teruggaan naar de Game of Thrones. Dat gaan we om de Iron Throne. Nou, hij is dood. Ja, hij is dood, ja. Door Azor Ahai. En ik had niet verwacht dat dit Azor Ahai zou zijn. Nee, ik weet niet of die voorspelling eigenlijk nou klopt. In zekere zin, het kan ook zijn dat het weer een voorspelling is die helemaal wel vaker natuurlijk onzin. Ja, laten we zo zeggen. Ze zei vrij letterlijk dat degene is die de Night King verslaat. En de communicatie tussen Melisandre en Arya op het einde. Het leek alsof zij haar ging aanmoedigen van... Kom, dit moet jij doen. Ja, dat is... En Blue Eyes, wink, wink, wink. Ja. Not today. Ja, of, dan heeft ze iedereen in de maling genomen. Dat ze altijd al wist dat zij het was. Of ze wist het zelf eigenlijk niet zeker tot vandaag. Ja, dat is het hele punt. Want ze heeft zich vergist. Ja, maar die Eyes, dat refereert naar het eerder gesprek. Toen zei ze het ook, je gaat... Dus dat had ze al helemaal het begin toen zij... Ja, maar dat is natuurlijk iets wat niet Melisandre zelf zegt. Tenminste, dat ze zegt, nee, maar het is... Zij claimt natuurlijk dat heel wat 80% wat zij doet direct van de Lord of Light komt. Ja, okay, dat dus zij zelf niet eens in de gaten heeft dat zij eigenlijk een slaaf is van. Ja, zij vertelt in feite de zin, maar ze weet niet wat komt. Het heeft allemaal wel of niet nog een diepere gedachte, maar dat weet zij zelf niet eens. Dat zou kunnen. Was zij overtuigd van Stannis? Nou ja, die heeft dus ook een hele rol gehad. Ja. Dat ze natuurlijk daar komt uit. Ze was zo overtuigd van Stannis dat ze zijn kind in de fik stond. Ja, dat was gewoon. Dat je toch wel redelijk. Ja. Maar dat had dus blijkbaar een doel. Klopt. Alles had een doel bij zeggen. Ja. Okay, maar zo werkt Bran dus ook. Hij zorgt dat dingen gebeuren. En dat heeft een doel. Het wordt niet beter voor iedereen. Maar van Bran, dat was wel een beetje. Daar had ik wat meer van verwacht. Maar die deed dus een hele passieve rol. Hij ging. Warg mode, hij ging met Ravens, hij vloog naar de Night King toe, al vonden wij dat meer een soort voor de kijker van hé, de Night King is er, dat was meer dan dat het daadwerkelijk in actie was en daarna... Maar dat kan niet de enige... Bleef hij in warg mode totdat de Night King letterlijk zijn wiel kon aanraken. Ja. Dus wel een halve aflevering was hij geworkt. Ja, maar eigenlijk de hele battle in principe. In principe, maar hij vond het ook lekker. Hij verveelde zich een beetje daar. Hij zal toch iets gedaan hebben. Weet niet. Mag ik hopen. Ja, laten we kijken hoe dat duidelijk in plaats wordt. Dat hij gewoon in een boompje zat ergens te kijken van... Oh, dat gaat niet zo goed dit. gaat toch niet zo lekker.
Dat denk ik ook niet. Nee, maar even terugkomen op. Als je gaat kijken dan in het, zeg maar, deze hele aflevering. Wordt eigenlijk, John wordt het gevolg, want dat vind ik wel. Dus dat hebben ze leuk gedaan. Ze bouwden heel top dat John naar die Night King toe rende. Ja. Iedereen zat eigenlijk te wachten, nu komt de Apes Battle tussen voor die twee. Voor die 1-2. Ja. En die kwam gewoon helemaal niet. Die kwam gewoon helemaal niet. Het was letterlijk geen enkel moment eigenlijk een echte 1-keer. Nee, en die Night King is ook wel best wel slim. Die denkt, waarom zeg ik tegen jou, moet je een eentje vechten? Ja, hij heeft het al genoeg gezien dat John wel best wel vervelend ik goed heb duizenden is. Troepen. Ja. Nee, dus de man was wel praktisch. Als je een man kan doen, in ieder geval. Ja. En hij had emoties. En dat vond ik ook nog wel een beetje. Ja, maar op een hele voor iemand die de dood personificeerde, kon hij nog wel. Ja, het waren nog steeds van die hele griepige lachjes, maar. Ja. Hij kon het niet laten. Hij was niet gewoon. Hij zag de overwinning. Dus daarom kon er een klein lachje vanaf. Hoogmoed voor de val. Ja, precies. Dat is duidelijk. Ja. En dan was ik wel blij dat hij trouwens ook helemaal niks zei. Dat helpt me wel. Ik heb het zelf dat het eind zijn. Dat is alleen maar. Nee, dan moet je een soort Darth Vader stem hebben. Dat een beetje goed maken, anders moet je het gewoon niet doen. Ja. En dat is echt zo. Ja. Nee, dat is heel veel nul stemmetjes. Nee, precies. Nee. Dus dat vind ik. Er was ruimte voor plot twist, maar. Ja. En wat we ook over, volgens mij hebben we het ook over gehad. Dat hij natuurlijk, dat ze in de kelder in de crypt gingen schuilen. Ja. Nou ja, de wist is dat daar in de lijken zitten. Ja. Dus ja, die kwamen ook naar boven. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk deel van nagedacht. Nee, maar ze dachten gewoon, wat is de veiligste plek hier? Onder de grond, daar, bam. Ja. Dat daar heel veel Starks lagen. Ja. En dat hij mid-fight denkt, ah, kom maar even terug. Ja, dat was wel een beetje, ja, dat was wel even. Was wel heel ongemakkelijk, want ze hadden er ook expres geen troepen geplaatst. Ja, want op z'n even 3 bodyguards of zo, dan had je het ook al wel ingewet. Ja. Nou, wat ik. Wel interessant vond dus. Vond ik dit keer iets minder dominant dan de vorige aflevering. Kwam er bijna niet. Ja, voor. Dus nu gewoon samen met Brienne liet zien dat ze badass waren. Bijna alle hoofdcharacters kwamen er eigenlijk niet heel erg in voor. Je zag ze soms in een flash of in een flesje van: ik heb het heel zwaar, ik ga bijna dood, maar ga dan niet dood. Komt. Je had vooral de Hound en Beric. Nou, die gingen dan weer met Arya samen. Dat was al iets samen. Je had Grey Worm. Ja. Het is een Sully die eigenlijk man of the match zijn, vind ik. Ja, maar wij het beste. Je moet kijken even over het eerste ding. Dat komt eraan. Al die Dothraki hebben ze van die vlammende zwaartjes. Ja. Yes, zag er wel heel vet uit, die hele vlag. Dat was heel hoopvol. Ja. Alleen die hoop die was binnen de minuut. Niet was het. Was het gewoon weg, want die Dothraki die waren als meloten aan het gaan. Ja. En waren ook met een seconde of 30 allemaal weg ook. Ik kon het echt zien. Ja. Ik was echt binnen een minuutje. Was het echt. Blijf het nog steeds niet tactisch vinden. Maar het zijn wilde troepen. Dus, ja. Wat we wel misten. Ja. Knights of the Veil. Ja, dat zagen we wel veel troepen van de Veil op de grond staan. Dus het kan best zijn dat al die Knights, want ze kwamen allemaal op de paard in principe. Ja. Dat die gewoon afgestapt zijn. Logisch, het is niet echt een slagveld waar je veel aan paarden hebt. Nee, maar daar gaan we een beetje naar de theorie kant toe. We hebben Sir Royce hebben we ook niet gezien. Dus nee. Dat is de leider van de Veil. Royce was weg. En die was de hele tijd een beetje aan het bekokstoven met Sansa. Dus ik denk dat er misschien nog wel wat, ik denk dat Sansa, dat laat ze ook een beetje toch in de crypt zien. Oh, er is een plan. Ze heeft nog een tweede plan. Littlefinger heeft ze goed van geleerd. Ja. En ik denk dat daar een. Dat zegt ze op een Tyrion op een gegeven moment van je kan voor mij kiezen, maar je kiest twee heren, of in ieder geval twee dames. Ja. En dan ben je verdeeld. Twee balletjes. Ja. Ja, nee, ik bedoel, dus, en dat liet ze wel duidelijk merken. En of dat ook zo blijft, dat gaan we in de volgende 3 afleveringen wel merken. Maar. Ja, maar ik denk dat zij nog aardig zo, ze is erg. Oh nee, zij gaat door. Ik bedoel met Tyrion, hoe dat loopt. Ja, hoe die. Of hij voor eeuwig Hand of the Queen blijft. Ja, er zijn heel veel verhalen inderdaad dat Tyrion op het laatst dat er toch nog Daenerys zou verraden. Ja. We denken wel dat het voor Cersei is, maar misschien is het dan wel van Sansa dat hij. Dat is zeer mogelijk, ja. Dat zou heel goed kunnen, want hij heeft geen loyaliteit meer naar Cersei. Nee, dat is over. Vooral als Bron aankomt en hij dat merkt. Ja. Hoe dat ook speelt, Bron kan ook gewoon zeggen: hé. Ik ga het niet doen, maar wing wing, dit is wat je zus wil dat ik deed. Ja. Hij herkent de crossbow waarschijnlijk wel. Ja. Van waar heb je die vandaan? Ja, of hij schiet ze dood. Maar ik denk dat we ook gewoon door moeten gaan met je theorie vormen op naar de volgende aflevering. Want de meeste mensen hebben deze aflevering wel gezien, hoop ik, als je dit nog zit te kijken. Dat mag ik hopen. Anders heb je wat gemist. Als we alles herhalen wat u ook al gezien hebt. Dus
kunnen misschien beter kijken van... Beginnen met rebuilden. Ja, rebuilden, dat ga je zien, dat is ook een beetje in het voorstuk. Maar even terugkomen op die Bron. Er kunnen verschillende dingen gebeuren. Hij kan zeggen wat jij zegt van, ik doe het niet, het zijn uiteindelijk mijn maatjes. Dat zal hij dan niet in haar face zeggen? Nee, maar hij gaat gewoon naar Noord toe en ik denk, toei, ik denk, ja, toe. Of hij schiet, wat ik dan kan denken, hij schiet bijvoorbeeld Tyrion dood. En dan heeft, Jaime nu echt een reden om zijn zus te vermoorden. En dan is de voorspelling van de Valengar kan dan... Ja, dan is de vraag weer, waarom Tyrion en niet Jaime? Wat heeft hij met, hij heeft ook een hele goede band met Tyrion. Ja, weet ik niet, maar gewoon dat je, dat kan ook gewoon een toevallig zijn die hem als eerste net kan schieten. Het hoeft niet altijd gewoon gepland te zijn. Maar dat, met Valengar bedoel ik dus, er wordt voorspeld door die heks in een van de vorige afleveringen, dat Cersei wordt vermoord door een jongere broer. Ja. En maar zij denkt dat het... kan allebei zijn. Ja, maar aangezien omdat ze denkt, nou, een tweeling, dus dat zal niet zijn, het is altijd Tyrion, daar is sowieso een hekel aan, dus ik denk altijd... Tyrion degene is die haar gaat vermoorden. Het zou niet de eerste Lannisters zijn. Nee, maar dat denk ik wel. Daar verhaat ze. Ja, ja. Buiten dat haar moeder ook overleed in de geboorte ervan. Dus En dan heb je weer die hele standaard ding van dat het wel Jaime is, à la Kingslayer. Ja, de Queenslayer. Dat wordt dan een Queenslayer. Dat heb je er dan weer tegenop. Dat is een beetje de term die dan rondloopt. Wordt er getoet buiten, maar gaan we lekker door. Nee, maar... Dus waren we het eens met mijn term? Ik denk het ook, ja. Dat zou kunnen. Fans. Nee. Dan, wat we hebben een beetje voor zich, die Golden Company, die zit echt lekker in. Ik dacht dat die op schepen weer zouden gaan om vervoerd te worden. Ja, maar ze zitten tot nu toe nog steeds. Ze gingen het schip op, dachten, maar en ze gaan weer terug. Nee, maar ze zijn gewoon lekker toch geland en ze zijn gewoon in King's Landing. En wat me opviel, dat zag ik in de trailer, is dat toch nog een vloot van Daenerys. Ja. Dus is niet alles is vernietigd door die... Nee, dat kan ook twee dingen betekenen. Of één, ze zijn nu alweer helemaal bij White Hart Harbor en ze staan op de schepen. Ja. Of er komen reinforcements vanuit Essos. Ja, en van Essos zou het kunnen zijn, die gasten natuurlijk die nu in Marine zitten, gasten. Dat zou nog kunnen. Nou. Dat is een heel leger wat nog over is. Dus die zouden kunnen komen. Dus ja. En misschien wel gesteund door weet je ook weer? Door Valor. Ja. Ja, hoe heet die ook alweer? Dat is niet de Golden Company. Nee, de... Die. Oh, fuck, nou ja, dat... Die andere. Ja, die andere gasten met die Nederlandse met de huisgenoten. Die andere zelfs. Die we nu al twee seizoenen niet gezien hebben. Ja, die waarvan die we de naam niet vaak genoeg gehoord hebben. Om hem en kan zijn Melisandre toen Essos is geweest om te informeren wat er aan de hand is. Dat zou kunnen, maar... Ja, ze hebben het gewoon gehoord. Ja. Dus dat is even mijn punt. Maar kijk, als... stel voor ze komen niet, dan heeft Danny natuurlijk niet zo heel veel troepen meer. Want er zijn natuurlijk aardig wat raar. Als je de veldslag hier zag, dan zijn niet heel veel meer. Maar er zijn wel twee full-size dragons. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja, maar met alleen dragons ga je het ook niet winnen. Nou, volgens mij heeft die Aegon net gewoon met drie dragons heeft gewoon het hele gebied toegelaten. True, maar toen hadden ze geen ballista's. Ja, toen waren ze er hadden ze nog niet over nagedacht. Toen hadden ze sticks en stones en die breakers en dragon bones. Ja, maar dan ook gewoon... Kijk, we hebben natuurlijk jouw grote vriend, die heeft natuurlijk wel verzonnen. Ja, Qyburn is nog steeds een slimme speler, denk ik. Dat is de... Qyburn hadden ze er ook niet bij. Dus die heeft sowieso denk ik nog steeds een eigen plan. Plus Danny is dan niet bepaald de meest ervaren Dragon Rider en Aegon. Nog steeds niet. Twee zussen, dat waren we echt kampioenen van... Betonnen. En dan heb je Danny, die landt in een berg met soms zombies. Denkt niet, ik stijg weer even op. Nee, dat was ongeveer. Nee, dan heb je John. Maar John kan nu waarschijnlijk al beter vliegen op zijn draak dan Danny kan, als ik het zo zag in die scènes. Ja, maar het kan ook zijn dat de draak gewoon meer... Maar die dwoken is wel groter. Ja. Maar ik denk, het blijft gewoon een wapen. En het is een heel sterk wapen. Kijk, het is misschien lastig om King's Landing zelf met die draak aan te vallen, want dan heb je misschien wat minder... Want dan ga je ook eventueel heel veel onschuldige mensen kunnen dan doden. Je kan ze isoleren, I guess. Ja, je kunt een soort schildje bouwen. Is een soort borstplaat. Ja, maar je kan ook één bedoel, je kan, kan ook. Ja. Vliegt wel iets langzamer. Je kan ook met één draak gewoon de vloot een beetje slopen, zorgen dat er geen schepen meer in komen. Met die andere draken en je troepen zorgen dat er niks meer in de stad komt. Ja, van een beleg. Ja. Ja. Maar dan Nou drie afleveringen lang te doen en dan meteen, dat zou heel snel gaan. Of heel veel timeskips, maar... Ja, maar wat ik ook zag, is dat, John samen met Davos, die samen beginnen ze de poort uitrijden. Dus ik heb zo vaak moeten dat er toch een soort overleg gaat komen. Ze gaan ergens heen in ieder geval. Ja, dus met tussen beide partijen, dat ze gaan kijken wat eruit kan komen. Ja.
Dus ja, het is eigenlijk, er kan er nu drie, ik vind dat een dynamiek van drie partijen kan er ontstaan. Er kan een soort... Feitelijk zijn er nog drie partijen inderdaad. Ja, het lijkt op twee, maar... Ja. Je hebt een onafhankelijke Noorderpartij, onder leiding onder Sansa, noem ik dat maar. Yeah. Denk gestelde Horst. Yeah. Dan heb je Danny natuurlijk. Ja. Maar die, zag ik het voor, die is aardig gesteund door heel veel mensen, omdat hij toch de Noorden gered heeft. Ze ja, en die heeft ook wat Free Cities natuurlijk onder de macht. Ja, maar ook gewoon die Noorden heeft ook de kooi misschien. En dan heb je natuurlijk Chris Lennon, Queen. En zoals daarin kan je ook nog twee partijen zien, want Jorn heeft ook zijn eigen, eigen agenda. Ja. Want die gaat, die vertrouwen elkaar ook niet. Die vertrouwen elkaar alleen maar omdat ze elkaar nodig hebben. En dan heb je Dorn nog, de natie die het minst in de spotlight is geweest van dit, de hele tv-serie. Maar ik denk Dorn gewoon helemaal van het rust wordt gelaten. Ja, maar er zit zoveel belangrijke partijen zit in Dorn, waar ze gewoon niet, niet gebruikt hebben. Die moeten toch inmiddels dan eigenlijk dood zijn. Maar Dorn was altijd een bondgenoot van de Targaryens. Ja, 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 heel lang, ja. Dus het zou best kunnen dat die Targaryen-schepen vanuit Dorn komen. Ja. Dorn heeft nog een leger. We hebben geen soldaat van Dorn. Die waren oorspronkelijk meegegaan met die vloot van Daenerys, toch? Ja, een deel van hun schepen is gesloopt, ja. Ja. Ja, maar dus dat zal nooit hun gehele leger zijn. Nee, maar het was de bedoeling toch dat ze eigenlijk de hele tijd bij Daenerys zouden was zijn. Dus die hadden er ook hierbij moeten zijn, eigenlijk. Was ook maar, wel duidelijk, vaag, ja. Dat inderdaad alle schepen kapot gingen van Dorn. En nul van Danny. Maar er ging natuurlijk wel van Dorn een aantal weg, maar niet als hun leiding is wel weg. Kijk, bij Dorn is natuurlijk het probleem. Ja, er zijn nog wel wat Martells, maar de hoofdrolspelers. Maar die zullen geen fans zijn geweest van die dames. Want die zijn, die hadden natuurlijk misschien een hekel. Dus kun je best kans dat die afzijdig zijn gaan houden. Wat we vaker deden bij oorlogen trouwens. Ja. Dus dat die dingen van nou zien we wel in de wind. Dan, ja. Dus daar zit ik. Misschien ben ik gewoon een fan van Dorn, ik weet niet. Ja, nee, ik zie wel een deur. Nou, ik zal even kijken wat nog heel spannend kan worden. Want we hebben op zich nog drie afleveringen. Dus het kan niet één battletje zijn, er moet nog wat meer. Nou, de komende aflevering is niet meteen een veldslag. Zover ik weet, dat zou de vijfde volgens mij worden, toch? Nee, de laatste. Nee, ja, precies, de vijfde is over, ja. Dus de volgende wordt eerst weer een beetje weer aan elkaar gemaakt. Ja. Van, hè, de eerste wordt weer opbouwen, we hebben het overleefd. Er komt toch wat intrigue weer terug? Er zal weer wat intrigue in komen, er zullen weer wat romantische plotlijnen gevorderd worden. Ja, wat kan gebeuren is dat zij opeens merkt dat ze zwanger is. Wie? Danny. Van die ene keer. Ja, ze zijn vaak ook bij elkaar geweest hoor. Nee, en wie ook nog zwanger kan zijn is natuurlijk onze... Jon Snow. Nee, ja. Ja, bij jou kan iedereen zwanger zijn, die horen wel Nee, die horen bij elkaar, dat is hetzelfde kind. Nee, Cersei kan ook weer zwanger zijn van Euron, maar ja, als je dat nu al gaat merken. Dit is echt dagenwerk waar we nu over praten. Nee, ik heb het over dingen, kijk, van Danny die zijn al een tijdje bezig, maar... Op dagen, ja, weken in principe, maar... Ik weet het nou, Arya met Kenry. Gast, het is een dag. Ja. Gauw. Maar dat is letterlijk gisteravond gebeurd. Nog geen 24 uur. Maar ik denk dat je best kans dat ze even een tijdsprongetje maken. Dus, dat ze een beetje aan het opruimen zijn. Dat zal sowieso wel zijn, want je kan het nu niet meteen doortrekken. Maar dat zal een week zijn, twee weken. Ik denk niet dat Cersei het momentum zo laat zakken nu, dat ze denkt van nou... Nee, maar blijf lekker hier zitten. Volgens mij onderneemt zij niet zoveel. Het is meer voor haar van afwachten wat er gebeurt en het is goed zo. Ja, maar zij is wel slim. Haar troepen niet. Zeg maar, zij weet nu dat het noorden gigantisch verzwakt is. Ja. Waarom zou je ze dan de tijd geven om zichzelf weer op te pakken? Even iets heel praktisch. Zou die winter nou weer weg zijn? Die trekt weer terug. Ja, want... Dat ligt eraan. Wat vind jij oorzaak, wat is gevolg? Ja. Want ze zeggen dat de Nightwalkers alleen maar kwamen omdat de Long Winter kwam. Ja. Of is het andersom? Komt de Long Winter omdat hij komt? Ja. Dat is maar de vraag. Nou ja, we konden zien dat hij een sneeuwstorm met zich meenam. Ja, ja oké. Dus maar... ik heb het gevoel dat hij ook wel een bepaalde impact heeft op de... Ja, oké. Die krachten heeft hij. Ik denk niet dat het een cyclus is waar zij op baseren. In het eerste seizoen hadden die meesters het over al van de winter en zo. The winter is coming. Dus ja, dat is al gewoon volgens... wat ze zien en zo, en toen wisten we nog niks over Nightwalkers eigenlijk. Ja, of dat de Long, of dat gelijk in elkaar staat, weet ik niet. Gewoon het seizoen winter en de Long Night en de Eternal Winter. Dat... Ja, maar het viel me op namelijk dat, volgens mij was het eind vorig seizoen, toen ze op een gegeven moment ook de sneeuwvlokjes
bij King's Landing. Ja. En nu zagen we al beeldjes dat het weer helemaal zomer ja, het is gewoon weer... Of het is inconsequent van de maker, dat kan, dat is het vergeten. Of T-shirt zijn is het, er. Of dat het weer, ja, of de tijdsprong is heel groot, ja. Toch? 5 jaar. Nou, dat zal erg zijn. Ja, dan weten we ook niet, dan weten we ook gelijk wie de zwanger was, want dan is het kind er al. Is hij bij het kind er al? Ja. Ja, dat zou ons goed zijn. Ja. Dat zou apart zijn. Nee, maar kijk, het is wel duidelijk, ze moeten, in ieder geval het noorden moeten ze gaan stellen om die aanval te kunnen doen. Dit wordt een sprong van hooguit weken. Ja, en wat ook... Hooguit. Ja, ik denk dat. Nee, want als je stelt dat je 5 jaar zou doen, en de Cersei door de goud heen, was ik Golden Company hey, doei, jou weer. Ja. Ja, precies op tijd ook. Je hebt me voor een week. Ja, we vallen aan over 2. Ja, spech, hè. Dat is echt gebeurd, dat is wel vaak, hè, met oorlogen. Dat is ja, dat, maar dan zie je dus ook zo meteen het leger van de North hier zo komen. En dan gaat die Golden Company net weer weg zo. Ja, natuurlijk ook. Okay. Ja. Ja. De dag na BD. Ja. Je zegt zo ziet van... Ja. Ja, voor 3 maanden. Betaal jij meer? Ah, joe. Ja, en dan schrijven ze zo aan daar. Ja. Draaien ze zich gewoon om. Nou, hoor. Nee, is het kijken voordat we nu heel veel onzin gaan uitkramen? Nee, maar er zijn nog een paar dingen die moeten gebeuren. Ja. De mountain moet dood. Ja, oh ja. Clemmer Game Ball moet een keer gebeuren. Er is nog steeds kans. Dat was ik eigenlijk die vent wil maar niet dood. Ja. Allebei willen daar. Eentje is technisch gezien dood geweest. Maar ja, en hij doet niet veel. Dus. En hij doet niet veel behalve tegen de Night King vechten. En ondanks dat je zag van de hound dat hij het heel moeilijk had. Ja. Door de aflevering. Of ja, eergevoel. Ja, eergevoel. En, maar dus ook door de andere geloven in de light werd hij dus aangespoord om Arya dus toch wel te gaan bijstaan. Hij is wel bekeerd, denk ik hoor. Nee, maar dus Arya heeft toch nog iets grotere rol dan we allemaal dachten, denk ik. Ja. Toch nog. Dus. Ja, ik bedoel, ze moet nog zwanger raken. Ja. 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 Nee, maar... Dat is Clegane van het neefje van Stannis. Nog een troon volgen. Nee, Clegane Ball moet nog gebeuren. Ja. Ja. Heel benieuwd naar, dat moet het beste 1-op-1 gevecht zijn in de hele Game of Thrones. Dat moeten ze wel heel mooi maken. Dat moet gebeuren, Cersei, daar moet iets mee gebeuren. Ja, nee, dat op de manier wat ze nu staat, dood. Okay? Ja. Nou, dat speelt zich allebei af in hetzelfde gebied. Ja. Dan heb je nog die hele machtsstrijd tussen Dany en het noorden, hoe dat gaat eindigen. Ik denk kan best zijn dat Jon Snow iets kan fixen die zegt van weet je... Alliantie in plaats van dat je... Ja, misschien loopt dat wel een beetje af op een sisser. Want we zouden nu meer hun tijd meer aan nodig voor het gevecht. Dat snap ik. Ja. Maar je merkt dat Jon zich niet meer onder Dany voelt. Hij voelt zich nu wat meer... Niet boven, maar... Ik ben benieuwd hoe je dat merkte dat het was, iets was kouder werd. Ja, kouder. Ja, het goede woord er gewoon. Ja, nee, dat is duidelijk. Jon Snow kouder. Ja. Nee, want kijk. Uiteindelijk... De hele serie, het boek heet dan, die heet natuurlijk The Song of Ice and Fire. Dus ik zou eerst denken, ja, misschien is het Sansa. Dat kan je op bepaalde manieren kun je dat invullen. Ja, dat is sowieso, het is niet eens dubbelzinnig. Dat is op meerdere manieren is dat op te vatten. Natuurlijk. Ja, oké, maar het is heel moeilijk omdat, ik denk dat toch of Dany of Jon er toch uiteindelijk wel mee te maken heeft dat als enkel. Sowieso. Of het kind van hun, dat het gaat worden. Want ja, anders kunnen andere spelers kunnen wel zeggen van je, maar dan klopt die hele titel niet. Kind van hun zou letterlijk een mix van ice en fire. Hij is al een mix van ice en fire. Ja, precies. Dus, is dat te makkelijk gedacht, ja of nee? Dat is nu het punt. Ligt eraan of ze er een showbiz einde aan willen breien. Of dat Jor-R Martin toch dacht van, we gaan gewoon eens een goed einde schrijven. Weet je, dat kan wat dieper zijn dan dat. Als ik heel... Ja. Ik zou het ergens wel vervelend vinden als het toch wel een heel erg Disney... Dat zou niet gepast hebben. Nee, maar daarom vind ik op zich ook, dat vind ik wel het goede van deze aflevering, is dat je ging deelt. Op een gegeven moment ging je echt focussen op Jon, die gaat achter die koning aan, en uiteindelijk is een ander die vermoord. Dat is toch even... Azor Arya. Ja, dat vond ik leuk, dat het even anders was. En daarom. Dus ik hoop dat toch bij de komende aflevering... Wel, we zaten ons allemaal te hypen op, wie gaan er allemaal dood? Ja. En eigenlijk bijna alleen maar minor characters. Ja. En niet eens veel ook. Nee. Wat, ik vind het fijn, ik bedoel, ik wil dat Jamie blijft leven tot de credits. Ja. Nee, ik had toch verwacht, wat ik vorige keer zei, dat het een soort trechter is. Dat je langzamerhand nu, omdat je natuurlijk minder afleveringen hebt, dat je toch wat mensen moet... Maar je zag vandaag ook zoveel scènes met die gaat dood. Die gaan gewoon dood. En dan staan ze er wel nog.
Sam had 5 keer dood kunnen zijn, maar die blijft gewoon Sam tot het vooral, ja. Nee, maar Sam blijft gewoon tot het einde nu. Die is gewoon anders Tormund. Tormund had ook al 30 keer dood kunnen zijn. Er waren een paar characters wat voor die. Jamie en Brienne, die zijn ook 13 keer tegen de muur aangepind met bijtend en spul. Ja, dus dat, dat waren wel figuren waarvan, ja, kijk, of ze moet echt wel nog een heel goed verhaallijn hebben. Maar anders van dat ze. Ja, misschien wordt. Is dat de bedoeling juist met de volgende battle van King's Landing? Dat denk ik wel, want Jamie dat daar in één keer heel veel Brienne kunnen natuurlijk samen natuurlijk, ja, tegen, zeker als er een pleis komen van Cersei, dan kan het een hele aparte dynamiek zijn. Maar dat zou zo raar zijn. Je vecht nu tegen de dood. Dan zou je denken, dit is het punt waarop heel veel mensen... Hij is een veel gevaarlijkere tegenstander dan Cersei. Ja, maar dat kan misschien... Cersei heeft Wildfire, ja. Maar hij heeft letterlijk de dood. Ja, maar ja, de andere heeft toch dingen. Ja, maar ze waren natuurlijk. Ergens hun zwakke plek was natuurlijk wel extreem zwak. Ja. Cersei kan je uithongeren. De Night King hongert jou uit. Weet je dat? Ja. Dit heeft qua angst en qua druk. Kan. Lijkt mij dit veel erger dan Cersei. Ja, maar weet je, daardoor kan ook zo'n onderschatting leiden. Dat ze denken, nou, we hebben het zwaarste gehad nu gewoon. Ja, dit andere kan dat is zeker waar. En dan maak je in de keuken bezig. Ja, dat is sowieso. Goed leger tegen bezig. Shit, gaat toch een fout. Klopt, gaan. Maar dat leger toch, dat leger bestaat, denk ik, dat leger bestaat uit mensen. Ja, zwaar. En dat leger bestaat uit bloeddorstige zombies die wapens kunnen gebruiken. Ja, en ook kunnen staan. Nee, je hebt gelijk. Nee, ik dus kies het gevoel van angst en druk en dat lijkt me hier veel meer dan King's Landing. Ja. Wat wel heel bloederig wordt, daar niet van. Of juist niet. Dat zeiden we ook over deze. Dit was bloederig. Nou, ja, maar er bleven er veel leven. Ja, van de mainkerkers. Van de main. Minor vielen met bosjes, maar... Oh, het red shirt. Ja. Hey, zullen we afsluiten? Ja. Ja, want... afwachting naar de volgende. Wat een grote verrassing kan zijn. Want nu weet ik echt niet even schuil wat echt zo snel zou kunnen gebeuren. Behalve wat ik heb gezien. Diplomatie zal weer gaan spelen. Nou, ja. Waarschijnlijk weer schaakstukken die gezet worden. We gaan afronden. Mag weer bedankt voor het kijken. En zijn er vragen? Gewoon onder posten. En wie weet kunnen we antwoord geven. Bedankt weer. Tot ziens. Joep.